Het verbeteren van de politionele dienstverlening naar de samenleving is een van de aspecten in de justitiële samenwerking tussen Suriname en Nederland. Om een beeld te krijgen van de Surinaamse situatie, heeft de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind, zich op woensdag 21 december georiënteerd te Wintiwaai. Hij werd daar ingelicht over activiteiten van de buurtorganisatie Stiwewa. Aanwezig waren ook minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en buurtmanager Ligio Veller. Schitterend. De mensen ontmoeten, te zien hoe mensen wonen, de vraagstukken horen van de wijk. Samen met minister Amoksi lopen, ook horen welke plannen de regering verder heeft. Het is goed om tussen de mensen te staan. Okay. En zijn er soortgelijke dingen in Nederland en hoe zou de toekomstige samenwerking kunnen zijn met Suriname op dit gebied? Je ziet dat de mensen uit de buurt samen met de politie werken aan een stuk veiligheid en leefbaarheid. Het is niet anders in Nederland. Je hebt elkaar nodig om samen een toekomst te realiseren. Hoe vond u het om daar zo'n hoog bezoek te hebben? Ik vond het een hele grote eer. Ja, van alle overige buurtmanagers en de wijken. Vond ik het een vreselijke eer dat de minister en dat hij gekozen is voor de wijk Wintiwaai. De samenwerking met Stiwewa is al een hele poos. Voor mijn aantreden als buurtmanager was meneer Kia al belast hiermee met de samenwerking. En van zijn kant uit heeft hij mij daar geïntroduceerd. En dat zo ben ik dan in contact gekomen met het bestuur. En we hebben een heel goede samenwerking vanaf dien. Voor nu zijn we bezig met de jeugd, de kinderen. En we hebben laatst nog een kerstfeest met ze gehad. Dat is afgelopen zaterdag. En het was heel vlot, heel spontaan afgelopen. En vervolgens, net als wat ik eerder had gezegd, heb ik huisbezoekjes met de buurtbewoners, telefoongesprek. Ik ben laatst ook gestart met een groepsapp waarbij enkele buurtbewoners bij zijn gevoegd. En zo hoor ik de problemen, de knelpunten. En van daaruit staan we met het bestuur kijken hoe we ze tegemoet kunnen komen. Oké, wat is nu het eerstvolgende knelpunt waaraan u zal werken? Het eerstvolgende knelpunt is het, wat mij het meest aandacht trekt, is het prostitutie onder de tienermeisjes. En dat moet flink aangepakt worden. Dus vanaf januari wil ik dan een campagne starten. Enkele netwerkpartners inschakelen die me bij kunnen staan om dan om voorlichting te geven aan die tienermeisjes in de buurt.